Yo, what's going on guys? Welkom terug bij Dishonored, Death of the Outsider, Standalone DLC, inmiddels aflevering 4. Ik ben op een willekeurig plekje eigenlijk geëindigd met het rondlopen door deze area. Dat deed ik net even buiten de opname. Ik heb niet iets bijzonders gedaan ofzo. Ik ben gewoon een beetje rond gaan lopen en ik ben dus hier bij het mooie uitzicht geëindigd om hiermee de part te beginnen. Een mooi zonnig Karnaca aan het begin van deze aflevering 4 van de Death of the Outsider DLC. Het tof is, ze zijn daar vandaan gekomen. Guards zijn er al verschillende keren doorheen gerend. We hebben die Ivan Jacoby, hebben we de vorige part, hebben we daar omgelegd. Sleutel gestolen, kantoor doorzocht. En nu is het tijd om naar de main objective te gaan. Namelijk Sean Yoon's house. Hij is een zanger, maar heeft ook te maken met de cult, de Eyeless. Dus dat is in ieder geval de progressie die loopt. Daarnaast loopt deze Alberto contract ook nog. Het toffe is in ieder geval, en de reden waarom ik hier dus ook sta, is dat ik een goede oplettende sub in de comments zag zeggen: yo Dana, je hebt met wat ratten gecommuniceerd. Je hebt hun clues opgevolgd. En hun hebben bij je mission clues gezegd dat er bij de Black Market een secret passageway is. Helemaal de onderste staat namelijk: you heard a swarm of rats discussing a secret passageway into the Black Market. De Black Market zit, als ik deze erbij pak, ergens daar. Dus ik ga er dan op deze manier doorheen. Ga er helemaal langs. Dan zijn we hier in de grote winkelstraat. Daar is de secret passageway. Ik kan helaas niet verder. Sorry, daar onder de grond is de Black Market. Dus een beetje twitch op het scherm. Maar in die straat daarachter is dus de Black Market. Nou hoop ik dat ik heb gevonden wat ik zocht. Moet je kijken wat ik heb gevonden buiten de opname. Ik ga het jullie laten zien. Een secret passageway. We moeten snel deze crankwheel overhalen. Go, 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 go. Oh. Laten we dat nog een try geven. Maar dan de passageway omhoog halen, zoals ik nu doe. Ik ben denk ik net tegen die deur aangezwommen, dat mag niet. Come on, come on, come on, come on. Oh! Ik denk dat de deur is dichtgevallen op mijn hoofd. Ik ga eventjes ademhalen. Ademhalen, ademhalen, ademhalen. Come on. Oh. Chill. En go. Go, 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 go. Oeh. Ik heb iets secrets gevonden, maar het is niet de secret passageway. Hé, kut. Wat als ik met die nog eventjes verken of er mogelijk meer is? Kan ik niet daarmee onder water? Dat zou fucked up zijn trouwens. Wel, ik kan onder water. Veel te chill. Is er nog meer hier? Ja. Een heavy pouch. Oké. Er is hier gewoon een joch is... Wat de hel? Oké, de laatste body is ook geloot. Come on, come on. Go, 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 go. Haal adem. Ja, 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 ja. Oh, dat is kan. Net gehaald. Oké, we hebben dus wel iets nieuws en secrets gevonden aan het begin van deze aflevering 4 van Death of the Outsider DLC. Maar nee, het is niet de secret passageway. Verdomme. Misschien weten deze ratten nog wat. Yo rats. Waar gaan jullie heen, nee, jongens? Jullie chillen bij de andere guys? Geen idee waar de fuck dat op sloeg. Hier kwamen ze vandaan. En waarom?
Iemand heeft zich gewoon geschoren hier en pit hier blijkbaar dagelijks. Nou, gek avondeten. Nee jongens, hier is het ook niet. We sluiten de deur weer. Wat ik snel doe is hier een quicksave maken op deze manier. Zo, quicksave is gemaakt. En we moeten verder. We moeten verder op zoek naar de secret passageway into the black market. Want als er iets chill is en handig is, dan is dat het wel. What? Dat was echt een fucking zieke triple. Oh baby, a triple! Kijk hoe snel ze ook daar zijn. Ze zijn zo snel op locatie. Appeltje voor de dorst. Ja jongens, hier ben ik al geweest. Dit herken ik. Dus dit is nooit goed. Waar de fuck zou die secret passage zijn? Into the black market. Het kan daaronder ergens zijn. Daar is de black market zelf. Look everywhere. Nothing, damn it. Alright guys, na wat tevergeefs rondzoeken, denk ik dat ik misschien maar gewoon terug moet gaan naar de black market, want wellicht is daar wel gewoon een clue, joh. Misschien denk ik te moeilijk. Ik heb het misschien al vaker in Dishonored games mezelf het te moeilijk gemaakt. Dus ik ga proberen gewoon op deze manier iets te zoeken. Even kijken of we hier nog enige aanwijzingen kunnen vinden. Sowieso Bone Charm nearby lijkt me logisch, want die guy verkoopt dat. Dit zijn de ratten waar we het van hebben geleerd. Hier, dit is hem. Hij verkoopt twee... Oh, hij verkoopt wel vier van die bone charms, joh. En dan vervolgens allemaal deze loot. Perfect. Nou, laten we eens... Nieuw staat hier ook boven. Nou, super vet. Laten we kijken of we hier nog enige aanwijzingen kunnen vinden. Wat me namelijk opvalt is dat je hier wel een kolen kan kraken. Kan vinden. Laten we even kijken. Heb ik het nou serieus gewoon nu gevonden? Kijk eens waar die ratten heen gaan, joh. Kijk nou. Oké, ik zal hier niet al te verdacht heen en weer gaan. Ik ga gewoon hier wel stealth zitten. Dan pakken we die. Wat? 3, 9, 8. Ik heb het gewoon gevonden. Weet je dat ik nog te moeilijk dacht? Ik moet, terwijl ik daar rondvlieg, zo'n markering plaatsen. Zodat ik deze skill kan gebruiken, zeg maar. Zodat ik deze skill kan gebruiken. Maar nope. 3, 9, 8. Oké, laten we eerst even een quicksave maken. Dat lijkt me toch wel een strak plan. Quicksave. 3. People put up notices over here. If you're interested in making some coin. 9. 8. Best wel vet hoe dat systeem... Hij is open. Best wel vet hoe dat systeem werkt, doordat dat people inderdaad verschillende... At least I'm in a good district now. Ja. Someday I'll open a proper shop on Rakeza Avenue. Hele goede district zit je nu. Terwijl je deze zin uitspreekt, wordt je shop overvallen. Maar dat maakt niet uit. Wat ik tof vind is dat de civilians van deze plek gewoon contracts ophangen en zo hun targets, mensen die ze gewoon uit de weg willen helpen, gewoon die ze neer willen, daar hangt gewoon een positie op en het wordt via de criminele wereld gewoon vermoord voor coin. Ik
hoop dat dit werkt. How could this happen? Help! Oh, hij is best stealth. Nog eens neer. Fuck this guy. Ik laat hem ook gewoon wegrotten hierin. Oh, met dat nekkie erop. At least I'm in a good district now. Nou, dacht het niet, pik. Ik speel als Billy Luck, hè. Ik ben een assassin, dus het boeit me geen flikker op de manier hoe ik speel. Ik had dit nooit met Corvo gedaan op deze manier in ieder geval. Wat was dit? Wat hebben we hier überhaupt aan? Waarom kan ik dit vullen? Oh lol, dan krijg je alleen een tank uit. Dit is een explosive. Echt een heel harde explosive. We laten die voor nu wel eventjes hier. Ik weet dus dat ik hier één explosive ready heb voor in de toekomst. Ik ga eerst even verder met de shop overvallen. Als jullie het niet erg vinden. We hebben hier verschillende items. Coin. Dankjewel. Verder... copper wire. En dit. Een flauw idee wat de hel het doet. Ik heb zojuist op een knopje geklikt en ik zie geen enkele actie. Apart. Die gaat open. Die gaat open. Bone charm, bone charm, bone charm en bone charm. Dit is perfect. Dan neem ik pistol bullets mee. Hallo, ga eens open. Allemaal hook mines, een rewire tool, een grenade en health. Top. Ik ga hem lekker quick saven. En we gaan de bone charms equippen, want ik heb dus nu allemaal nieuwe gekregen. Even kijken, welke ik nu kut vind, die ga ik vervangen. Die is heel nice. Dit is een hele vette bone charm. Er staat letterlijk, your sword attacks cannot be blocked. Dus als ik gewoon R2 smash, ik breek er doorheen. Maar, word ik één keer gehit, is de damage die hun mij doen, increased. Dus die is heftiger. Ja, op zich wel heel tof. Ik heb volgens mij hele vette bone charms gedaan. Dankjewel in ieder geval, dude, dat ik op zoek ben gegaan naar deze secret passageway. Want zelf was ik er overheen... ik heb er gewoon overheen gelezen. Ik had het dus waarschijnlijk niet gedaan dan. Maar goed, het district kunnen we leaven via het kanaal. Nou, dat weten we dus nu ook. Lore en maps. Daar staat niks van open. Spring Racer is een fucking vette ding überhaupt. Die kennen we natuurlijk van Corvo. De Spring Racer Mine. En de Rewire Tool kennen we ook. Maar, even in het kort. Hij disabled security devices. En laat ze eigenlijk gewoon voor mij werken. Wat natuurlijk ook wel heel vet is. We lossen het op met een quick save en we gaan ASAP, guys. ASAP. Naar de main objective en... een contract. Dit is heel vet, dit is heel vet. Ik ben echt blij dat ik heb doorgezocht.
Ja, jullie zien het, hè, guys. Op deze manier duren chapters in Dishonored bij mij altijd een eeuw. Zo ben ik gewoon. Zo speel ik gewoon. Velen van jullie en natuurlijk ook het Dishonored publiek waardeert dat dus ook juist aan mijn playthrough. De andere heeft er geen geduld voor. Voor de mensen die er geen geduld voor hebben, I'm sorry, guys. Het is mijn speelstijl. Ik ga het ook echt niet anders aanpakken. Zo hoor je in mijn ogen Dishonored te spelen. Het zit er niet voor niets in en kijk hoe tof het is uitgewerkt. Dit soort secrets wil ik gewoon uitchecken. Ho, 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 ho. Ze doen wel echt bizar veel damage sinds ik die ene bone charm heb aangezet. Gedumpt. Tof. Dus ik moet even kijken of ik dat wel chill vind. Want ik doe zelf moi damage, zeg maar. Ik mag eigenlijk gewoon niet geraakt worden. Dat is een beetje het ding. Ik moet even kijken of ik het op latere basis nog steeds chill vind. Naar zijn office, hè? House, trouwens. En daarboven is die Alberto. Snel, die erbij. Oh, I love this game. Waarom is het zo fucking gruw? Even serieus, waarom is het zo fantastisch? Waarom werkt ook alles zo goed? Het is zo'n fucking goede game. Spring Razor. Ik moet hem wel opruimen trouwens. Anders is het way too obvious. Wat heb je hier? Upper Syria District. Je ziet gewoon precies de dingen, hè? Fucking vet, een world map hier. Dit zijn eigenlijk kleine outposts van guards volgens mij. En daarom zit het altijd vol met een beetje spring racers, dat soort dingetjes. Super nice gedaan. En die spring racers kan je ook op deze manier gebruiken. Ik heb er nu namelijk best veel van. Of die bijvoorbeeld. Dan raken ze alleen er naartoe getrokken. Mocht er hier iemand langskomen ooit, dan zitten ze sowieso vast. Dat is heel nice. Voor de rest switch ik nu gewoon weer naar deze skill. Maak ik er een quick save van. En gaan we progressie maken richting Alberto en Sean Yun. Toffe shit, toffe shit. Daar is niks lijkt me. Supposed to interview Sean Yun hours ago, but it's already noon and he's a no-show. The Boreal Songbird is sure living up to his reputation as a diva. Hoor je dat? Er wordt over hem gesproken als een niet. Not receiving guests since the incident with that journalist from the Karnataka Gazette. What? Hele aardige man. Hij dis deze journalisten naam compleet. Er is hier een vrouw die wil hem al eeuwen interviewen. Ze wacht fucking lang. Het is inmiddels al schemer. Hij heeft nog steeds niet gereageerd.
Not even the dead get any rest in Karnaca. All the doubts are falling apart. Between the living and the dead, the real and the forgotten. Kijken, my darling Sean. Hij krijgt gewoon liefdesletters van Eoline. Let me guess. She likes red camellias. I need to find that flower shop. The reason I did it, well, I can't really tell you right Yo, now. Dit is die interview, stuff. Stick around eventually. Think you look out. Scary pointing your sword at people? Don't you know those occult gewgaws are just cheap junk? Okay. Die gaan me niet heel veel info brengen. De Spectre Club? May I help you with something? Yes, a drink. Let me in. The Spectre is a private club. Are you a member? Forget it. I changed my mind. If it's an eyeless club, he won't let me in unless I have their tattoo. Dat is een hele goede tip. Ik heb die tattoo namelijk wel al gezet bij mezelf. The owner of the Red Camellia Beauty Parlor lives in an apartment above a florist shop in the upper. Ah. There's a flower shop. Ray's apartment must be above it. This isn't... No, no, no! Nog eens. You saw something? Oh, bye, dude. Fantastische gameplay. Freaking love it. Oh, dat had zo geen zin wat ik deed. Ik weet ook echt niet waarom die dudes opeens zo agressief naar me zijn. Dat zal dan wel weer aan mij liggen. Ik chop even een banaan. Gaat mijn held weer wat van omhoog? Pertinence. No one says no to me. Not if they expect to be paid. That's for certain. Fucking vette tattoos. Echt super vette tattoos. Zit gewoon helemaal vol met tattoos. Dit is gewoon Eolina zelf. Zoals je ziet, ze leeft boven de Blue Mist. Eolina Ray. Hoor, kijk. Ze hebben een speciale secret lock. Afgesproken met elkaar. En er staat dus precies, from now on, when you visit me, knock on my door 6 times with a break on the 3rd knock. A secret knock? Really? Perfect, want ik weet het geheim nu en ik kan er zo hard misbruik van maken. Wel wat chill muziekje trouwens. Ze wilde ook net gaan eten volgens mij. Er lag echt een warm aardappeltje klaar. En een haas zomaar op de keuken.
hebben best wel goorlappen in Dishonored altijd. De manier hoe ze eet is niet echt mijn ding. Blijkbaar was dit al die tijd gewoon de apartment. Is hier voor de rest echt niks meer te vinden? Dan was het gewoon. Weet je wat, ik zet er wel gewoon op de bank. Hij zingt ook alleen maar over haar, zoals je hoort. Dit wordt heel apart. Het is een operazanger. Hij zingt alleen maar liefdesliedjes over haar. Sean Yun's Front Door. Daar moeten we nu naar terug. En we weten namelijk de secret knock. Dit is echt perfect. Dan maak ik in de volgende part wel tijd voor... Even kijken, hier is niks te vinden. Wel tijd voor die contract. Dus dan starten we de volgende aflevering met een contract. En daarna komen we dan weer op een main mission uit vanzelf. Er is niks te vinden hier. Kijk, ik kijk altijd verder, hè? Weet je, je weet niet of er secrets zijn. Liefdesbrieven. Het was al die tijd wel gewoon een breakable door. We hadden daar gewoon doorheen gekund. Wat staat er ook? Oh, let's go. Quick savey. I can't do anything for you. You'd better run. Sure. They whipped me until I drop. There aren't enough coins in the world for me to move. Ze slaapt zo hard en snurkt ook zo hard trouwens. Hey, doe eens niet zo agressief, man. En dan lig je toch lekker zo als je dat comfortabel vindt. Godzame. Guys? Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. Ik ga Sean Yun's house... plus de contract doen in de volgende aflevering. Ik ga wel vast een begin maken, zodat jullie dat in ieder geval nice zien. Strike at me, Dad! She can't have gone far. Jezus, guys. Bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Dit was een fantastische outro van deze aflevering 4. Dead of the Outsider vervolgt in de volgende aflevering. Damn, wat is dit sick. Ik echt, joh. De combat in deze playthrough is echt fantastisch. Ik vind het echt zo vet om te spelen nu. Tot aflevering 5, waar we zo snel mogelijk verder gaan in Sean Yun's house. En dan, hop, eventjes die gebruiken. En dan de contracts. Thanks, en tot de volgende, guys. Peace.